Dag dames en heren, we zijn hier aangekomen aan het Uilenbos. Dat is op de linkse steenweg in Hoven. Zoals u kunt zien, zijn er hier veel herten. En omwille van die herten mogen er geen honden meekomen, want die honden verspreiden een geur waarvan dat die herten denken: oei, er is hier een aanvaller, een jager. Dat willen we niet. Dus hebben de mensen van het Uilenbos beslist dat honden niet welkom zijn. We gaan hier een route doen. En voilà. Tot straks. Ik heb hier nog aan de kant. Mannetjes, hier is het waterzuiveringsstation dat zich ook bevindt op de Linse Steenweg in Hoven. Er wordt hier iedere dag gigantisch veel water gezuiverd, veronderstel ik. Meer weet ik daar ook niet over. Er hangt hier een toffe foto. En dat verklaart waarom dat wij de rode route niet kunnen doen. Want gedurende de periode van 1 mei tot 14 augustus zijn er heel veel nieuwe Bambi-hertjes. En dat maakt dat wij die route niet kunnen doen. Maar wij doen dan de blauwe route, hè? Dat is ook goed, hè. Voilà! Zoals je kunt zien, dames en heren, hier zit dus het begin van de rode route. Maar die kunnen we dus niet doen. Jammer! Wat we aan wilden zijn. Wat? Eentje. Eentje, eentje. Dat lijkt veel verder weg. Maar je kunt toch inzoomen of niet? Kun je daar niet mee inzoomen? Oh. Hier is een bank. Hoe geweldig. Ja, dat is toch tof, hè? We treden nu het tweede deel van de wandeling. En dat gaat door het veld van den boer. Schoon toch? Vind je dat niet? Ja, oké. We lopen hier tussen de weien, zoals je kunt zien, dames en heren. Aan de rechterkant de koetjes en aan de linkerkant de gazon. Die gaan ze waarschijnlijk binnenkort eens afrijden, want met dat het niet regent, groeit dat toch niet. Voilà!
kunnen inzoomen of niet? Dat moet toch kunnen? Geen bruin koe. Zoals je kunt zien, dames en heren, is hier een wilde rivier. En om die reden moeten wij deze brug nemen, die daar niet heel erg stabiel is. Maar het doet zijn job. Wat meer moet een mens hebben. Hallo. 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 Ja, kom. We gaan verder. Hier beginnen de pijn, hè. Daar op de grond. Oh. Zie je ze? Fantastisch. Kom maar. Je moet stilletjes zijn, want jou niet van af. Iemand zullen of? Ma. En die heeft dat toegankelijk gemaakt? Ma. Dat is toch keihardiek. Een kerkje, een koppertje. Allee, hoe tof. Ah, en hier is de spoorweg. Ja, dan zijn we er. We zijn er. Heerlijk. En dan zal ik hier het stoel laten zien. Dat is nog een beetje verder. En dan moet ik opnemen wat dat. We zijn hier aan het einde van de wandeling. Daar is de spoorweg tussen Lier en Lint. Hè? Daar ligt Lint. Als we de spoorweg zouden oversteken, komen we uit op de domeinen van de Giro en de Scouts. En hier staat een plant. Wat voor een plant is dat, dames en heren? Een lithiumplant. Niet te verwarren met lithium, waar ze dus elektrische batterijen van maken. Hè? Dat was het nopje. Zoals je kunt zien, dames en heren, zijn we ondertussen terug aan het befaamde, of hoe zeg je dat, kippenhok. Waarom, denken jullie misschien? Zijn we er net toch al geweest? Ah, de wandeling, zoals ik gezegd heb, komt uit aan een spoorweg. Maar wij staan geparkeerd bij mijn goede vriend Benjamin, van op Den Boshoek, die schraanwerker. Hè? En dus wat gaan we nadoen? We wandelen dat tweede deel tot aan die koeien. Helemaal terug en dan wandelen wij door de boshoek tot bij de BMW en dan stappen we in de auto. Tot ze biedt! Een koe door het oerwoud. En zoals je kunt zien, dames en heren, zijn we hier aan de melkautomaat in Den Boshoek, dicht bij de Lintse Steenweg. En inderdaad, de Lintse Steenweg. Dus dat wil zeggen dat we terug bij het begin zijn en dat we dus op het einde zijn. We gaan nu, lyrisch. We gaan nu naar onze auto en dan rijden we terug naar huis. Het was heel fijn jullie mee te nemen. We gaan naar ons bedje. We gaan naar ons bedje. En we gaan goed slapen. En we gaan blijkbaar goed slapen. Bye bye. Hello.